Ron Vlaar, met wat voor gevoel stap jij zometeen of morgen in het vliegtuig naar Brazilië? Nou, een gevoel, een goed gevoel dat het eindelijk zover is. Toch een aantal weken naartoe geleefd en morgen is het zover. En, ja, we gaan met goede resultaten die stappen het vliegtuig in. En we weten dat het ook nog beter kan, maar ja, het is eindelijk zover. Ja. Is het morgen ga je die kant op? Vandaag was het een uitzwaaiwedstrijd. Morgen is een uitzwaaidag. Wat ga je allemaal doen overdag eigenlijk nog in Innsbruck? Nou, niet zoveel. Veel boodschapjes. Aanvulling op de toiletartikelen. En ja, gewoon rustig met de familie, mijn ouders. En ja, dan is het eind van de middag melden en dan gaan we. Ja, je moet hopelijk een week of zes die kant op. Wat neem je er allemaal mee voor spullen? Nee, niet echt veel nodig. De schoenen en zo worden allemaal meegenomen. Het is allemaal top geregeld. Dus ja, wat boeken, je laptopje en ja, het ondergoed. Nou zijn in Nederland altijd meer met aardappelen mee, stroopwafels droppen. Gaat dat bij jou ook in de koffer? Nee, dat, we worden prima verzorgd daar. Dus daar hoef ik me niet druk om te maken. Jij hebt natuurlijk het EK meegemaakt. Hoe is dat in zo'n hotel al die tijd? Is dat gek voor dat? Nou ja, valt wel mee. Weet je, je moet gewoon met elkaar omgaan en ja, weet ik veel, spelletjes doen. En ja, je hebt een hoop tijd om te doden ook. Maar ja, goed, belangrijk om goed voor te bereiden en goed uitgerust aan de wedstrijd te beginnen. Dus ja, dat is, het is gewoon een focus waar je 24/7 in moet zitten. Ja, spelletjes doen, wat speel je dan? Sorry? Je speelt spelletjes. Wat doe je dan? Ouderwets kaarten? Ja, kaarten en keesspel. Ik weet niet of je dat kent. Dat is uit Noord-Holland. Dat zou je moeten weten. Maar dat is heel leuk. Ja, met wie ga je dan spelen? Wie krijg je zo gek? Nou, ze hebben mij zo gek gekregen, want die jongens deden het al eerder, maar met Stefan, Daley en Joël. Ouderwets Kezen, lekker toch op vakantie? Vakantie? Ja. Je bent in Brazilië, lekker toch in je vrije tijd te doden? Ja, zeker. Gewoon even je gedachten op wat anders en ontspanning. Dus dat is prima. Heel veel plezier. Dankjewel.